Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 18. Wij zijn net wakker, hebben ons klaargemaakt, want we gaan kerstshoppen. Woehoe. En zoals beloofd ga ik jullie eerst een kottour geven van Anaïs haar kot. Hier is de gang en hier is Anaïs haar deur, dus hier komen we binnen. Oké, dit is de rommel van mij, dus daar even niet op letten. En wat hier hangt ook. Ja, dus zo kom je binnen en dit is eigenlijk wat je ziet. Als we binnenkomen heb je hier zo'n zeteltje. Dit wordt een bed en daar slaap ik altijd op als ik hier ben. De kerstboom. En dan heb je een tafeltje, platenspeler, een rekje. Dus dat ziet er zo uit. En dan als we hier doorlopen, dan hebben we hier haar bureau. En Anaïs doet... Ja, nu kom ik er niet meer op wat ze doet, maar alleszins heel creatieve dingen ook. Dus daarom dat je ook heel veel knutselmateriaal ziet. En zoals dit. En daar allemaal knutselmateriaal. En dan is dit dus de bureau eigenlijk. En daar heeft ze nog een frigootje. En dan boven de bureau is eigenlijk haar bed. Dat zal ik zelfs laten zien. Dus daar zijn we langs binnengekomen. Zeteltje. En dan, ja, ik weet niet als jullie ook zo willen zien van decoratie. Anaïs heeft veel kaarsjes en plantjes, zoals je kunt zien. Hier zijn glazen. Daar zijn allemaal nog platen. Een platenspeler. En nog meer platen. Dus ja. Dit is de overview. Dan hier heb je allemaal kasten. Het zijn echt wel grote kasten. Dus daar gaat echt wel heel veel in eigenlijk. Ze zien er zo uit. Zo zijn er twee. En dan is hier dus, ja, zoals ik zei, boven het bureau haar bed. Dit is het trapje. Maar we hebben onze spullen daarop gehangen. Ik zal eens naar boven gaan. Ik heb net de lakens afgetrokken. Dus ja, er is eigenlijk niks te zien. Maar dit is dan eigenlijk haar bed. Dus dat is zo boven het bureau. Wat wel heel handig is, want dat is echt wel heel veel besparing van ruimte. En ja, als ik dan hier kom of zo, dan klappen we die dus uit. En dan zetten we dat tafeltje even hier of zo. Daar is haar kerstboom. Die is wel omgevallen, want één been is kapot. En dan is hier nog de badkamer. Dus Anaïs heeft haar privé badkamer. Ja, onder heeft ze dus haar wasmand en extra wc-papier en al. Hey, daar ben ik. Hier, ja, gewoon spullen, deo en girly stuff. En dan heb je hier de douche. Dat is wel een grote douche. Dat is wel tof, dat is zo'n inloopdouche. En het toilet. En hier is nog een chauffage waar je zo handdoeken aan kunt hangen. Dus ja, dat is het eigenlijk voor haar kot. Het is niet zo groot, het is in Antwerpen. Ja, dit is wel een heel modern kot. En ze heeft haar eigen badkamer, dus dat kost wel al iets meer. Ik denk toch rond de 300 of zo. Ik zat ook vroeger in Antwerpen op kot. Ik had mijn eigen keuken. Niet mijn eigen badkamer, ik had mijn eigen keuken. Ik zal zelfs beneden haar keuken eens laten zien. Nu is ook wel heel chic. Maar die moet ze dus wel delen. En hier is dan de keuken. Hier is... Ja, hier kunt je koken, hè. Hier grote tafel. En dan hebben ze hier nog microgolfs en ovens. En als je doorloopt, dan heb je hier nog een tuintje. Dat is ook wel tof. Dat is ook wel leuk op een kot, vind ik. Dat was een kottour. Nu gaan wij, denk ik, naar de Pain Quotidien om te ontbijten.
Wij zijn terug van het shoppen. We hebben zo goed als alles gevonden. Ja, nog een paar dingen, hè. Nog twee cadeautjes. De rest hebben we allemaal gevonden. Ik heb natuurlijk ook weer... Oh, ik ben al scherp. Maar ik heb natuurlijk ook weer voor mij zelf iets gekocht, of course. Ik kon het niet laten. En dan zal ik jullie straks of morgen laten zien. We zijn nu onderweg naar Browse & Beyond. In Herentals. Want hun winkel is 1 jaar open. Hun winkel, hun salon. Dus dan gaan we vieren. En daarna gaan we ook nog eten bij Wolf's Tea weer. Zo die winter pop-up. Gezicht. Ah, dat is van de regen van het raam. Het leek zo echt als ik hier allemaal rare dingen had. Wij hebben net super lekker gegeten weer bij Wolf's Tea. Oh, dat is zo goed. Echt, als jullie de kans hebben om naar daar te gaan, dat is een Herentals, dan moet je dat echt doen, want het is echt lekker. En via 2-for-1 eet je dan zo voor de prijs van 1 eigenlijk. Maar wij gaan dan met 4 en dan eten we voor de prijs van 2. Nu gaan we naar huis. Dus ik ga hier de vlog afsluiten. Wat ik heb gekocht en zo, dat ga ik morgen in de vlog laten zien. Dus slaap wel iedereen en tot morgen.